Leuk dat jullie er allemaal weer zijn om naar een nieuw filmpje te kijken. Ik heb vandaag een superleuk garen, het nepbont, om het zo maar even te zeggen, fake fur. En superleuke kleuren, echte modekleuren die op dit moment in de winkel liggen. Het is onwijs leuk voor een grote sjaal, een koolsjaal zeg maar, of ja, eventueel een band om je hoofd of een muts. Ik heb er een koolsjaal van gemaakt. Ik ga je eventjes laten zien hoe dat je breiend op kunt zetten. Dat ga ik je zo meteen van dichtbij laten zien. Ik heb hem nog niet dichtgenaaid. Ik ga eventjes hem loshalen. Kijk, het is zo'n lange lap. Hij is in het rond. En je kunt ervoor kiezen om hem zo te laten. Wat je ook kunt doen, is hem dubbel slaan. En dan kun je de onderkant aan elkaar naaien. Ik heb de einddraden er nog aan zitten. Ik denk dat ik dat ga doen. Maar dat is eigenlijk net wat je zelf het lekkerste vindt. Het is best wel een dikke stof als je hem gebreid hebt. Dus hij is super warm van de winter. Ik ga je even dat breiend opzetten laten zien. Ik begin eventjes met je te laten zien hoe dat je hem aan elkaar naait. Als je dat wil. Ik heb de einddraad lang genoeg gelaten. Naald aangeregen. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Dit is je begindraadje. Die laat je even zitten. Wat je doet is met een overhandsteekje van de ene kant van de sjaal naar de andere kant toe. En je moet wel even met beleid aantrekken je draad. Kijk, ik zie geen steken, maar ik voel wel een beetje waar de steken zitten. Kijk daar. En zo naai ik hem helemaal rondom dicht. En ik zeg al, die steken die zie je ook straks niet als je klaar bent. Het enige wat je dan hebt is dat, kijk, voor- en achterkant aan elkaar komen te zitten. Dus je hebt echt een hele ronde sjaal. Je hebt niet meer het begin, de laatste en de eerste toer los. Ik denk dat dat wel lekker is. Dat is ook lekker makkelijk met dragen. Dus zo ga je verder door. Ik ga je nu eventjes het breiend opzetten laten zien. Ik gebruik voor dit soort projecten altijd een rondbreinaald. Want dan heb ik in ieder geval lekker veel draad om mijn breiwerk op kwijt te kunnen. Ik begin met een gewone opzetlus. Nou, die had ik al eventjes gemaakt. Die zet je op je naald. En dan ga je het breiend opzetten op deze manier doen. Waarom ga je breiend opzetten? Dan krijg je een zelfkant, een uiteinde, waar veel meer rek in zit dan dat je normaal gesproken opzet. Dus ik steek in, ik sla om. Ik haal door, net zoals je altijd doet. En nou zet ik die doorhaal, die zet ik op de steek erbij. Op de naald erbij, ik zeg het niet goed. Dus dan heb ik twee steken erop. Ik steek in, ik sla om, ik haal hem door. Ik laat hem niet afglijden, maar ik zet die nieuwe lus op de naald erbij. Nou heb ik drie steken op mijn naald. Volgende. Insteken, omslaan, doorhalen, niet af laten glijden. Terugzetten op je linker naald. Je schuift hem even, trek je draad weer even aan. Dan ga je zo verder door. Totdat je alle steken hebt opgezet die in het patroon aangegeven staan. Dit is breiend opzetten. Kijk, het voordeel is dat je A niet hoeft te prakticeren over hoeveel draad je aan het uiteinde moet laten om die draad te gebruiken om op te zetten. En het andere belangrijke voordeel is dat hier veel meer rek in komt als dat jij normaal gesproken op gaat zetten. Nou, en zo ga je het aantal steken erop zetten. En dat, je kan dat ook nog variëren, want als je wat groter bent, dan zul je wat meer steken op moeten zetten. Maar het staat allemaal in je patroon. Nou, dat was eventjes de technische informatie. Met het patroon erbij kun je aan de gang. Dus naar de winkel, wol halen en start lekker op tijd voor deze leuke call. Veel plezier! Thank you.